Iedereen zit gespannen te wachten. Het grootste avontuur van de Nederlandse radio. Oh my god. No way. Oh my god. Grote voorbeelden. Iedereen doet ze na. Geniaal. Genereus. Briljant. Schreven geschiedenis. En schrijven toekomst. Maar nu eerst Stenders en Ekdom. We hebben een afspraak bij Topperherren, altijd al gehad. Altijd. En stiekem, als de mensen vroeger luisterden naar meerdere zenders, dan had je dat kunnen weten. Ja. Topperherren begin ik dan maar, hè. Dat is de drummer van The Clash. Ja, die was van slag. Ja, ja. Maar er was meer aan de hand. Die Topperherren had natuurlijk een vocalist nodig. Ja, en dat was ook een topper. Dat was ook een topper. Die had namelijk een solo-hit gehad in de jaren 70. Gonna make you an offer you can't refuse. Ja. Jimmy Helms. Ja. En die komt later nog terug bij London Beat. Ja. Die zong I've Been Thinking About You. Ja, and there's a beat going on. Hè? Ja, die. Nou, dat samen maakte dus Topperherren en Leave It To Luck een redelijk succesje in de jaren 80. We hebben het over de jaren 80. Epic 80's vanmiddag. Zeker. Gaat lang duren ook. Dat gaat zeker duren tot aan 7 uur. En ik ken Rob Stenders een beetje. Na 7 uur heeft hij nog een ander nieuw programma. De Pub 40 gaat over de lijst van nu, 1984. Dus die blijft ook in de 80's. En ik ken Jannes Drop een beetje. Die zit erna. Die gaat het ook wel doen, denk ik. Geen drop-out. Dus we hebben gewoon de hele dag tot middernacht hebben wij Epic 80's Friday. Ja. En om het allemaal wat makkelijker te maken, tot aan 7 uur gaat het in elk geval gewoon nog op verzoek. Het is net alsof het de Bonanza is nog. Alleen volgende week doen we het weer anders. Ja. Want dan want dit is de eerste doordeweekse vrijdag van de maand, hè? Zo is het ook. En dan hebben we een thema. Ja, dus dan kun jij wel een nieuwe medewerker zijn. Maar hey, wij wijken niet af van dat thema, hè? Nee, precies. Maar ik heb het hele logboek doorgebladerd voordat ik kwam vorige week. Ik weet ongeveer waar we aan toe zijn nu. Zo is het. Epic 80's. Ja, je mag gewoon liedjes aanvragen. Eén voorwaarde. Ze moeten uit de jaren 80 komen. Laat het even weten waar je zin in hebt. Wij zijn te vinden gewoon op de app van Radio Veronica. Op vrijdagmiddag hoor je Stenders. Op vrijdagmiddag hoor je Ekdom. Die ook. Ja, je hoort ze samen bij Veronica. Jij zei net, moeten we doen aan een inhoudsopgave, Gerard? Ja, dat zouden we kunnen doen. Ja. Dan weet je, je weet voor de mensen die zeggen, wat is een inhoudsopgave? Dat zijn dan zeggen t-shockjes wat er gaat komen misschien. En uiteindelijk hoor je daar in de loop van de uitzending helemaal niks meer van terug. Ja. Dat is eigenlijk de inhoudsopgave. Dat is waar. We proberen gewoon dingen uit. En mocht het niks zijn, dan doen we het de volgende week weer. En mocht het een glorieus succes zijn, dan stoppen we er onmiddellijk mee. Kappen we ermee. Kijk, er ook al is. Wouter van der Groes is er al. Hallo. Hoi, Helmoet. Hallo. Het lijkt wel vrijdagmiddag hier. Ja. Gekkenhuis, toch? Ja. Oh. Doe je straks mee met de ethisch? Ik ben van de partij. Dat is goed. Zeker. Nee, ik vind het ook mooi, want ik zit ook even stiekem te kijken wat er allemaal binnenkomt. Ja. En ja, daar ga ik heel goed op. Ja. Het is niet normaal. Maar ik moest ook wel lachen, de aanvragen van Stomp vroeg ook om Kissing the Pink. Dus die heeft iets met ledematen. Ik weet niet wat het is. Oh ja, de Stomp. En die is ook te gek. En de Pink. Ja, ja, Kissing the Pink. One Step. Hey, ja. Mister. Hey, mister. Ja, leuk, ja. Hey, daar heb je Gerard erop. Hey. Hey Gerard, nu je er toch bent. We hebben dit Stenders en Ekdom concept bedacht. Met Stenders en Van Inkel en ook met Extra Weekend was het zo. Wisseling van de wacht. Van de techniek. Dus ik ga nu daar, jij hier. Ja, lijkt me wel. Oké, kom eraan. Dat lijkt bij het programma alleen maar te goede komen. Ik zie Lin, die moeten we even bellen straks. Want Lin, want het gaat natuurlijk over de Epic 80's ook. Hè? Want we hebben ook een Epic 80's. Tot aan 7 uur mag je gewoon vragen wat je wil. En die heeft alleen maar goede platen. Ja, Lin heeft er een hoop gestuurd. En ik zie ook Jay, die heeft een stapel platen. Nou, die gaat er helemaal doorheen vanmiddag.